allemaal. Wat super gezellig dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Dennis en ik zijn op citytrip in Barcelona. En we hebben net ingecheckt in het hele mooie Claris Hotel. Vanavond hebben we ook iets heel erg leuks op de planning. Namelijk een paella cooking class. En we hebben nog een aantal dagen. Dus ik ga jullie lekker meenemen op pad. Vind je dat leuk? Doe dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. We hebben ons net klaargemaakt om de deur uit te gaan. Ik heb mijn haren lekker gekruld. Het jurkje dat ik aan heb is van Nikki. De nieuwe collectie. Mooi zwart met een leuke riem erbij. En de schoenen die ik aan heb zijn ook van Nikki. We zijn ready to go. Ben je klaar voor, schat? Zeker. Cheers. Echt heerlijk, hè? Onze kamer en heerlijk hotel. Ziet er super mooi uit. En lekker paella koken. Stond op jouw wensenlijst, hè, om nog te leren. Ik dacht, kooit anders. Oh, echt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik dacht echt dat er echte waren. Ja, er zijn ook echte. Niet? Ik zit alleen nog een stil. Ze zijn wel heel stil. Ja. Heel even een klein snackje. En overal staat hier op die borden geadverteerd met die balletjes, hè? Dus die wilde je even proberen. Lekker? Kleine kipballetjes. Ik ben even lekker aan het wandelen. Wat breng je me heen? Ik weet niet, ik ben even de weg kwijt. Nog een verrassing waar we naartoe gaan. Het is ook wel een mooi plein waar we nou weer uitkomen. We komen steeds weer op nieuwe plekken. We zoeken even een leuk plekje om lekker wat te gaan drinken. Beetje gaan zitten en Dennis heeft lekker een biertje besteld en ik heb even energy nodig, want het was vroeg vandaag. Nou, cheers, schat. Cheers. Zijn we dan? Cooking school. En er staat, here is where the magic happens. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Ziet er al gezellig uit. We zijn binnen bij de Paella Club. We hebben al lekker een drankje gekregen. Dus cheers. Lekker kava om mee te beginnen. En we krijgen zo de uitleg. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben een hele grote groep. Super klaar bij de cooking class om onze paella te maken. Het is wel heel erg leuk, want we zijn echt met een hele groep. En iedereen maakt dus een andere paella. En zo te zien krijgen wij er eentje met gewoon. Halen. Ik ben echt benieuwd. Super leuke keuken ook, hè? Why should we use so much tonight? So let's start by doing this. Pouring a generous amount in the center of the pan. 10 to 15 seconds. Let's do that. Vier maar. Don't be shy with the pouring. Okay, okay. A bit more. That's perfect. That's enough. Is dat goed? We mogen de seafood paella maken. En nu moeten we de garnalen lekker even bakken. Iedereen maakt dus een andere paella, dat is wel echt heel leuk. We krijgen dadelijk van alles te proeven. Zo goed uit. They suck the head. Right. Uh-huh. Yeah? Well, the thing is, there's only 8 pawns and there's 15 of you, so I don't want you fighting over pawns. We're going to do the following. We're going to pick a pawn. Any pawn will do. This one. We're going to use the back of the spoon and squish down on the head. All of that juice is rich in deep oceanic flavor, and what that's going to do is got a lot of depth. It's going to carry through the dish. Isabel, think of someone you don't like. Dan zien we in de hele mengtje. Ik ga het koken. We gaan nu door naar de volgende ronde. Calamari. Mengtje tussendoor. Goed uit. Even lekker een broodje om te proberen. Het is wel leuk, want alle dingen zijn hier echt lokaal, hè? Alle producten die we nu gebruiken. Stank. Ja, scrape it up. Yeah. Het begint steeds meer op een paella te lijken, schatje. Oh, grappig, want zij daarachter hebben bijvoorbeeld een donkere saus. En we hebben een lichte saus, de traditionele. Maar je doet het heel goed. Ik ben trots op jou. Tijd om te shaken. Move the hips. Goed zo, goed bezig, schatje. Heel mooi, ziet er goed uit. We zitten met z'n allen aan de tafel en we beginnen met het voorgerechtje.
And so for that, they needed to come up with something refreshing to keep them cool before they dined out and had their meals. So they had this. This is our version of it, our homemade version Mark made this morning. This is a mix of four raw ingredients: tomatoes, red pepper, cucumber, and garlic. What we do, we add this to a blender with a little bit of balsamic vinegar, a little bit of salt, and as it's blending, we add. What did you do? Wild mushroom and lonely truffle. Oh. There we go. We'll have to round the edge. In a couple of minutes, me and Mark will come round and swap them over so you can try each other's. Okay. Nou, deze hebben wij gemaakt. Nu aan het diner en we zijn van alles aan het proberen. Echt super leuk, want we pakken dit van iedereen, van Elja, en we willen proeven wat we lekker vinden. Ik heb nu niet met truffel, die klinkt wel echt heel erg goed. Maar okay, you just take two of these each. It's nearly the sapphire melon, a white melon, infused in vermouth and elderflower soup overnight. Then we caramelize a little bit of brown sugar on top. It's usually a peanut butter and jelly sandwich, right? Yeah. In England, that's a bit for you, okay? They do the same over here. We're by the volgende spot. And dit moet dus de derde beste cocktailbar van heel Europa zijn. Dan is hier op de kaart aan het kijken. I'm gonna get another one, okay? Goedemorgen. Het is vandaag maandag en Dennis en ik hebben gisteren echt een super gezellige avond gehad bij de Paella Club. Het was echt een hele leuke ervaring, want we hebben geleerd hoe we paella moeten koken. We hebben eigenlijk gewerkt in, met verschillende koppels. We waren met 15 mensen, dus er waren ook verschillende soorten paella's die er werden gemaakt. En wij hadden de seafood paella, maar er was ook een vegetarische paella met truffel, met vlees, eigenlijk van alles wat. En op het einde konden we dan ook allemaal van elkaar proeven. Ik kreeg heel veel tips en ja, het was echt gewoon een hele leuke ervaring. Super gezellig en daarna gingen we ook met z'n allen aan tafel eten. Kregen we vooraf een heel lekker broodje. En daarna nog een gazpacho, koude soep. En toen was het tijd om de paella van iedereen te proeven. En wij vonden die van onszelf heel lekker. De seafood paella. Dus we hebben ook het recept gekregen. En we willen hem thuis ook een keertje gaan maken. Dus eerst nog een paella pan aanschaffen. En dan kunnen we aan de slag. En als toetje kregen we een heerlijke chocolademousse. Dus we hebben echt heerlijk gegeten. En ik zou het ook zeker aanraden, als je in Barcelona bent, om daar een cooking class te doen. Want het is gewoon echt heel erg gezellig. Op het begin waren we nog een beetje verlegen. Maar er werd flinke bijgeschonken met de cava. Dus op een gegeven moment, na een paar drankjes, waren we wel gezellig. Ook met iedereen aan het kletsen. Heel veel nieuwe mensen leren kennen. Veel ook uit Amerika, uit Italië waren er ook. Dus ja, we hebben het gewoon heel erg gezellig gehad. En daarna zijn we nog naar een cocktailbar geweest. De derde beste van Europa volgens mij. Moesten we wel echt lang in de rij staan. Een uur. Maar het was ook echt leuk om een keertje mee te maken. Heerlijke cocktail gedronken. En toen was ik echt klaar. Ik was zo moe. En vandaag een nieuwe dag. Dus we gaan zo meteen even lekker ontbijten. En dan neem ik jullie weer mee op pad vandaag. Dit is de outfit die ik vandaag aan heb. Ik heb een nieuw pak aan van Josh V. Echt super leuk. Het bestaat uit dit jasje. Giletje, witte broek. We zijn bij het ontbijt en het ziet er echt allemaal super lekker uit. Ik ga sowieso lekker even iets nemen van fruit. We zitten lekker aan het ontbijt en het ziet er hier echt allemaal heel goed uit. Ik heb dit gepakt, het is lekker fruit en brood met avocado en nog wat andere lekkere dingetjes. En je kunt hier dus ook gewoon warme gerechten bestellen. Dus we hebben allebei lekker scrambled egg besteld. Rustig muziekje. Ik zit er bij La Cava Cakery. Het ziet er echt super gezellig uit. Zitten we weer, hè, aan de cava. Chill, schatje. Kijk, wel leuk. Helemaal versierd met bloemen en discoballen. Echt heel schattig dit. Het is natuurlijk meer mijn ding. Dus heel lief dat je meegaat. En dan mag jij straks er iets over gaan doen. Maar dit vind je ook niet verkeerd, toch? A lot of celebrities also always drink like cava or champagne because it's very low in calories,
but it really does clear the palate. So it actually mm-hmm. is very good to have with the meal as well. And then you bite into the cupcake and you sip it down then after, okay. and it's really hopefully creates magic and that you guys like it. Uit. We gaan nu verder met rosé. Ik zit helemaal in mijn element hier. Lekker kava-tje. Kava's en cupcakes. Hele goede combi. Mm. Het is een super lekkere combi van textuur. En de crème is ook heel lekker zacht. Gezellig muziekje. Leuke Polaroid gemaakt. Superleuk. En kijk, zo ziet het er hier van binnenuit. Echt heel schattig. En hier hebben ze dus alle cupcakes staan. Heel veel verschillende smaken. Welke ik het lekkerste vond was die. Van cookies en cream. Die vond ik echt heel erg lekker. En karamel trouwens ook. Allemaal super lekker. We zijn weer al even terug bij het hotel. Want we hadden een flesje bubbels meegenomen. En die wilden we eventjes hier neerleggen. Dan zit hij nou al meteen even koud gelegd. En het was echt super leuk. Leuke ervaring. We zijn eventjes aan het winkelen bij LV. Dennis is bijna jarig. En voor zijn verjaardag wilde hij heel erg graag een riem. Ik kan wel heel even zo doen, want ik zit nu. Dus we zijn heel even rond. Kijk, het is echt een super mooie grote winkel. Moest wel lang in de rij staan. Maar ja, heel erg leuk. Zo meteen komt iemand ons helpen. Dus dan kunnen we er lekker gaan passen. Heel leuk uit, schat. Ja, mooi. De riem was er niet die hij wilde. Nou, dus dan gaan we nog een keertje in Amsterdam kijken. Nee? Jawel, dat is goed. Alleen van Rojan. Ja, weet ik. En nou, hier zijn allemaal mooie gebouwen. Dus zijn we lekker aan het wandelen. De zon schijnt heerlijk. Sagrada Familia. Echt super mooi. Ook echt mooi die torens die daar bovenop staan. Ik ga een beetje inzoomen. Echt prachtig. Heel leuk om hier even een kijkje te nemen. Dan is Mick. Die is heel lekker aan het wandelen. Langs het strand. En we gaan nu even een plekje zo oplekken wat te drinken. Met een zonnetje. En te knabbelen. Een leuk plekje gevonden waar we heel even lekker zijn gaan zitten om iets wat kleins te eten. Dit zijn volgens mij spicy potatoes. Hoe was dit dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Gaan we lekker even proeven. We hebben natuurlijk bang dat paprika is, hè? Ja. Ik ga het ook even proeven. Lekker wat tapashapjes besteld en een aperol. We zijn weer terug bij ons hotel. Wij blijven in Hotel Claris. En heel onze kamer is weer netjes schoon, dus dat is fijn terugkomen. Gereserveerd bij Garagebar. Ik ben heel erg benieuwd. Een lekker hapje eten. We zijn in de Garage Bar. En we gaan dus inderdaad een tasting menu doen. Ja, dat heb je al geleerd, hè? Nou, het lijkt ook op de vlog alsof we alleen maar eten en drinken, deze dan. Echt, het lijkt wel een beetje een food trip. Food and drinks. Echt, ja, wel lekker genieten. En ja, je kunt hier dus wijnen kopen. Maar wij gaan ze ook lekker proberen. From Matarranya. Matarranya is a little city in Bacaragua. Bacaragua, uit de Barcelona. Oké. Starten met een vegetarisch gerechtje. Ja? Een soort taco-achtig. Another wine, the Cipher wine from Aragon. This is Macabeo, work above the lice for 2 weeks. Mm-hmm. For more creamy, little bit more sweet for the contrast, the sea salt, the meat. Okay. Ons volgende gerechtje is op een bedje van sla. En het lijkt dus net ham, maar het is tonijn.
met een organische wijn. Een beetje oranje of zeg. Wel heel lekker die wijn in ieder geval. We proberen van alles vandaag. Echt leuk. Het volgende gerecht is een steektartaar. Ziet er wel heel leuk uit. En daar hoort een rode wijn bij. Leuk om die combinatie ook zo te proeven. Ons volgende gerecht is een sandwich. Met volgens mij varkensvlees ertussen. Wat zit er tussen? In ieder geval iets van vlees. En dan krijgen we dus ook weer een nieuwe wijn bij. Een Italiaanse wijn, rood wijn. Die is dus allergisch voor paprika. En ik zeg net, is dit paprika? Wil je even proeven? Wat is het? Spaanse peper. Heel erg bedankt, schat. Hoe rondje ben je dat herinneren? Oh, het is echt gewoon heel mijn mond ontvangen. Echt niet normaal. We sluiten af met een chocolademousje. Met wat voor soort wijn is dit nou? Rosé of zo? Ja. Ook lekker uit. Dessert. We zijn weer terug in onze favoriete cocktailbar. En dan is het lekker een zombie. En ik heb lekker een Solero. Echt super lekker. We zitten lekker aan het ontbijt en je kan wel eens voor alles van de kaart bestellen. En het zag er allemaal zo lekker uit. Dus ik heb lekker zalm besteld met bellini's. En gepocheerd ei. En lekkere pancakes. En daarna heeft nog lekker scrunchy egg. En ik heb een theetje met passievrucht. Ik moet een beetje denken aan gisteravond. Want gisteravond zijn we heel leuk uit geweest. En toen hadden we ook passievrucht shotjes. Dus daar gaan we lekker hiervan genieten. Het is in ieder geval een heel leuk begin van de dag. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Gisteren een superleuke avond gehad in onze favoriete cocktailbar. Lekker veel cocktails gehad, lekker veel shotjes. Echt een nieuw favoriet shotje, een soort Pons d'Am Martini, maar dan in een shot. Echt mijn nieuwe lievelings. Mega lekker. En ook nog nieuwe mensen leren kennen, dus daar hebben we eigenlijk de hele avond mee gefeest. En lekker geslapen en nu is het weer een nieuwe dag. Onze laatste volle dag in Barcelona. We zijn de dag al goed begonnen met een heerlijk ontbijtje. En nu zijn we op het dakterras, want ik had nog een campagne van Vandalen schoenen. Die heb ik nu aan. Daar heb ik even een leuk fotootje van gemaakt. En gaan we nu lekker de stad in. Ik heb dit pak weer al eventjes aan, wat ik de eerste dag ook al aan had van Nikki. Maar ik ga hem zo nog even omkleden. Dit was de look met de schoenen. Dit zijn ze dus, de schoenen. Past hier echt helemaal leuk bij met beige details. En ook nog met hele mooie, een beetje koraalkleurige details, geel. Ja, passen heel goed bij al mijn beige outfitjes. En zo ziet het dakterras eruit van ons hotel. Ook echt heel mooi. En daar zit even lekker te chillen bij het zwembad. Want hier hebben we ook nog een zwembad. Het is nu nog een beetje bewolkt en ook echt nog wel te fris om te zwemmen. Maar hoe leuk is het als het straks zomer is. Super mooi ook aangekleed met die leuke palmbomen en bladeren. En daar kun je ook lekker nog in het zonnetje zitten. Dus het is wel echt een hele mooie rooftopbar. Een mooi uitzicht over de stad. Ik heb me even omgekleed. En dit is de outfit die ik aan heb voor vandaag. Helemaal een Nikki look. Witte top met een collertje. Bodywarmer. Deze riem vind ik ook echt heel erg leuk. Gaat nog maar net dicht trouwens. Na al dat eten. En deze broek vind ik ook echt super leuk. Beetje zo van dat... Ja, leerachtig. En deze schoenen, die lopen trouwens echt super, want die heb ik al bijna elke dag aan. Ik denk niet dat ik het jullie kan laten zien. We hebben papegaaien gespot hier in de palmbomen. Echt heel schattig, geliek. We zijn nu in Parc Güell. En het was een hele tour om boven te komen. Het is gewoon helemaal warm. Helemaal buiten adem. Het was echt super stijl. Wandelen. We waren een beetje omgelopen. Dus maar we zijn er. En je hebt vanuit hier natuurlijk super mooi uitzicht. We zijn hier al een keer eerder geweest. Ook 5 jaar geleden of zo. Dus het is wel leuk om nu hier weer terug te zijn en alles te bekijken. Kijk, echt super mooi. Even lekker aan het wandelen. Het is hier zo mooi. We zijn net al tegen Dennis. Zoveel details. Hoe lang zou ze wel niet over gedaan hebben om dit allemaal te maken? We hebben net lekker gewandeld bij Parc Güell. Alle highlights gezien. En nu gaan we
weet ik nog niet wat we gaan doen. Dennis wilde misschien nog naar de bunker. We zullen even kijken. Of lekker naar het terras. We zijn weer even terug bij de Paella Club. Want we hadden even een paar dingen nodig. Dus we hebben de laatste dingen gehaald om te koken. En dan kunnen we thuis aan de slag. Ook superleuk. Dit was het zachte zout wat we hebben geprobeerd. En ook saffraan. En we hebben zelfs een pan meegenomen. Na het wandelen hebben we heel even jouw favoriete spot opgezocht. En dan gaan we even lekker wat drinken. Lekker een jus d'orange. En een broodje om te delen. Te goed uit. Er zit ook echt zo'n lekker sausje op. En de vers jus d'orange is hier ook echt heerlijk. Zo fijn terugkomen elke keer in het hotel. We zijn hier heel even terug om lekker even te relaxen. En dan is alles mooi opgemaakt. Show even wat we hebben gekocht. Echt leuke dingetjes. We hopen wel echt dat het in ons koffer gaat passen. Zeezout. Zwart. Oh ja, laat dat maar mooi ingepakt. Om olijfolie te schenken. Vond je ook wel echt leuk, hè? Kun je mooi jouw olie in doen? Ja. Saffraan. En een hele grote, mooie paella-pan. Dus dat zijn de aanwinsten van vandaag. Shoppen voor Daanse verjaardag. En een hele mooie riem. Echt leuk. Vond je heel mooi. Happy face. Hij is geslaagd. En dan is hij net al, je hebt me aangestoken met het LV-virus. Of niet? Ja. Maar geef me nog... tijd, want deze riem die is ook echt tijd voor de... Voor een nieuwe. Ja, deze was echt mooi. Maar even wachten nog. Tot je verjaardag. Even wachten nog met deze. Echt leuk, helemaal blij voor jou. Het is ook echt een mooie winkel, super groot. En we werden echt goed geholpen. Ja, echt goed. We zijn even terug om dit hier op te werken. Nou mag je nog één keer spieken. Een boxing. Echt schattig ingepakt ook, hè. We werden ook echt lief geholpen. Want eerst was jij naar een andere riem aan het kijken, maar toen zei hij van... Deze kun je aan twee kanten dragen. En met het zwart en met het logo. En dit is ook echt een super mooi logo. Een beetje zo donkerder. Wel echt heel... Heel chic stond hij jou. Bij zo'n leuke aankoop wordt een cheers. Oeh, pop it. En deze hebben we toen meegenomen bij kava en cupcakes. Het was wel echt hele lekkere kava, hè? Een leuk glaasje, schat. Even een spelletje doen voordat we gaan eten. En dit is dan dus een manier van schudden. Ja. Echt leuk. Dan weet ik de mensen dat jij niet vals speelt en dat het goed gebeurt. Dat doe ik sowieso niet. Dat doe ik sowieso niet. Nee, op de camera zeg je dat niet, hè? Maar dadelijk. Oh. De verborgen camera. Ja, spelletjes zijn weer lekker op pad. En we hebben vanavond gereserveerd bij Don Kilo. Is oké. Is oké. Enjoy, guys. Thank you. Ziet er leuk uit. Helemaal in de stijl van Italië. Pasta. Dat weet ik niet wat dat precies is. Gnocchi misschien? Kaas. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het lekker proberen. En cheers. Cheers. Voor een gezellige laatste avond. Ik ben echt een spicy girl deze vakantie. Gisteren al op rode peper gebeten. En vandaag dacht ik, pak een beetje van dit. Niet een beetje, maar meteen vier. Oh, echt heel mijn mond opvangen. Okay, thank you. Yes. We hebben nu nog een lekker toetje gekregen. Het lijkt een beetje op een Nutella pizza met een soort van kleine oliebolletjes. Dus daar gaan we nu nog eventjes lekker van genieten. Smakelijk, schatje. Pizza Nutella. En ook nog, ja, het lijkt wel een soort van mini oliebolletjes. Met suiker. Dus we zijn lekker aan het genieten. Om de vakantie af te sluiten, hebben we nog even een lekker shotje. Het laatste shotje van de vakantie. Limoncello. Morgen, wij zijn lekker bij het ontbijt. We zijn als eerste vandaag. Dus alles ziet er echt nog super lekker uit. Heerlijk. Het is wel een van de lekkerdere ontbijtjes waar ik ben geweest. Zoveel keuze. Ik ga sowieso lekker wat fruit nemen. Ik ben hier lekker aan het ontbijt. En ik heb lekker pannenkoekjes besteld met siroop en wat vers fruit. En voor Dennis komt er eigenlijk nog lekker een scrambled egg aan met spek. Morgen. Wij zijn vandaag al vroeg opgestaan, want we zijn op het vliegveld en we gaan weer terug naar Nederland. Nog een klein spelletje, dus handig om mee te nemen.
en leuk om even te doen. Middag. Home sweet home, zoals je kunt zien. Zijn we weer lekker thuis. En ik heb vandaag niet veel gefilmd. We hebben vanochtend op tijd ontbeten. En daarna zijn we naar het vliegveld gegaan. Daar lekker nog wat gedronken en spelletjes gedaan. En nu zijn we weer heerlijk thuis. Mama was ons komen ophalen samen met papa. Echt super lief. Fijn ontvangst. En nu gaan we thuis alles eventjes opruimen. En lekker weer even zetten. Lekker nog even boodschappen doen en genieten van deze dag. Maar we waren aan het bijkletsen, Dennis en ik. En of een beetje aan het napraten eigenlijk over de trip. En we hebben het echt zo leuk gehad. Was leuk hè, schat? Ja, heel leuk. Echt super leuk. We konden eigenlijk niet echt kiezen van wat het leukste was wat we hadden meegemaakt. Maar sowieso die paella workshop. Echt een aanrader. Het was zo'n gezellige sfeer. En lekker gegeten. En we hebben dus ook allemaal dingetjes gekocht nu. Zodat we het thuis ook kunnen maken. Dus dat is wel echt super leuk. En ook de wijntour was heel erg leuk. En ja, op veel verschillende mooie plekjes geluncht, uit eten geweest. En nu op dieet, denk ik maar. Dat mag ik niet zeggen van Dennis, maar oh my god. We hebben zoveel food naar binnen gewerkt. En ook gedronken trouwens. Dus nu gaan we even een beetje rustig aan doen. En ook eigenlijk echt de eerste avond. We waren dus straks al even de balans aan het opmaken. Wat we de eerste avond hebben uitgegeven aan drank is echt niet meer normaal. Hoe duur het daar is ook. Voor 6 drankjes waren we volgens mij 80 euro kwijt. Het wordt steeds duurder allemaal. Dat merk je wel echt ook in van die steden. Kijk, en voor een cocktail, een super lekkere cocktail, vind ik dan 12 euro of zo helemaal prima. Maar voor een half glaasje wijn vond ik het. En zeker als je dan ook echt op stap wil gaan, dan tikt dat natuurlijk wel aan. Dus ja, nu even bezuinigen maar. Maar nee, ik zei ook al tegen Dennis van, ik vind het altijd heel erg leuk om nieuwe dingen te kopen. En ik hou ook van mooie spulletjes en om daar mijn geld aan uit te geven. Maar ja, het liefste geef ik toch wel mijn geld uit aan ervaringen. Want die hou je gewoon bij. En we hebben nu super mooie herinneringen gemaakt om op terug te kijken. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor. En blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om onze trip te zien. Vond je het leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van al mijn video's en vlogs. En heb je nog vragen, laat ze dan zeker weten in de comments. Misschien heb jij nog wel leuke tips voor Barcelona. Voor als we nog een keertje gaan. Laat het dan zeker weten. En ik zal ook mijn tips wel heel eventjes hieronder linken. Want ja, ik heb wel echt een paar leuke dingen die je kunt gaan doen. Hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei.